Nou, ik wil graag het interview beginnen met de vraag, hoe oud was u in 1950? 40. 18, hè? U bent uit? 38. Ja, dus dan... Zeg ik het nou goed? 40? 12. Met uw vijfde? Ja, natuurlijk. Sorry. Ja. Nee, ik vraag het eigenlijk vooral omdat het interview gaat vooral over de jaren 50. Ja. En dat is dus eigenlijk de periode tussen uw 12e en uw 22e. Ja, ja, ja. En het is niet erg als het een beetje ervoor of daarna is, maar dat is de... Dat is de focus, ja. Dus dat betekent eigenlijk na uw lagere schoolleeftijd. Ja. En puberteit en adolescentie heet dat, ja, ja, ja. Ja. Kunt u een schets geven van uw thuissituatie, waar u woonde, wat uw ouders deden, waar u op school zat? Ja, ik woon in Rotterdam-West, in de buurt van de Hemerraadsingel. Joost van Geelstraat om precies te zijn. Ik zat op school in de zijstraat van de Oude Binnenweg, helemaal. En mijn vader werkte bij de Nederlandse Handelmaatschappij, een bank dus. Ik had één broer en van 7 jaar ouder. Speelde veel op straat met de kinderen. Nou, dat is het zo ongeveer. Ja. Waar ging je precies op school? De Willem Broeders school is dat in de Mauritsstraat. Lagere school. Wat ging u daarna doen? Oh, daarna. Daarna naar de Mulo. In de Bruinstraat, dat is in de buurt van de Schiedamseweg. En daarna, na de Mulo, ben ik naar kantoor gegaan. De handelsmaatschappij, de arbeidsinspectie op de Westzeedijk zat die. En na 2 jaar dacht ik, te ontmoette ik een oud leraar van de Mulo. En die zat te vertellen dat hij inmiddels naar de kweekschool was gegaan als leraar. En die maakte me zo lekker voor het onderwijzerschap. Dat ik ben na 2 jaar, die arbeidsinspectie heb ik verlaten. Dat kantoor verlaten. En ben naar de kweekschool onderwijzersopleiding gegaan. Ja. En wanneer was dat? Dat is dus 1956, hè? 58? 58. 1958, ja. Be careful on the microphone. If you touch it. Oh, dat is waar. Noise. Waar zit die? Is die dit? Ja. Oh, mooi. Ja, nou, goed dat u het zegt. Doe het again, or? Dus rond 58 switchen. Toen ging het naar de kweekschool. Ja, switchen naar de onderwijsopleiding. En hoe lang was dat? Nou, dat is 5 jaar zoiets, hè? Ja, ongeveer. Ja. Ja. Dus, en bent u daarna meteen gaan werken? Nee, ik had uitstel van de militaire dienst. Oh. Dus ik ging naar de luchtmacht. Ja. En dat, ik vind het wel fijn dat ik dat heb meegemaakt, ja. Ja. Dat hoefde maar een jaar, hè? Onderwijzers hoefden maar een jaar te dienen. Maar ik ben blij dat ik die ervaring heb meegemaakt, ja. En toen dus naar het onderwijs. Moordrecht, zoals ik al zei. Zo ongeveer 64 zal het. Ja, in die buurt, ja. Okay. Was u lid van verenigingen, en dan had ik het vooral weer over vanaf 12, was u lid van verenigingen of had u andere vrije tijdsbesteden, vaste vrije tijdsbesteden? Nee, ik ben, nee. Nee, ben geen lid van echte verenigingen geweest, nee. Deed ik ook niet, nee. Of muziek, toneel, zoiets? Ja, oh wacht even, toneel, dat is het zo, ja. Ik speelde veel toneel wel, ja, bij amateurs uiteraard, ja. En mijn vader was ook een amateur toneelspeler. Een heel goeie, een van de beste amateurs van Rotterdam, moet ik zelf zeggen. En ik dacht eigenlijk altijd van, ik zou toneelspeler willen worden, maar goed. Dat is dus, zoals ik al vertelde, anders gelopen, ja. Kunt u er nog wat meer over vertellen hoe dat, hoe dat eraan toe ging, dat toneelspel, waar dat was? En... Er is een instelling in Nederland, Sint Franciscus Liefdewerk heet dat, SFL. En die hadden
in Rotterdam onder andere hun domicilie. Op de plek waar nu op de Mauritsweg, hoe heet het nou? Dat moderne gebouw. Nou, de Mauritsweg. Dicht bij de hoek van de Robert van de. Calypso. Ja, tussen Calypso en die Zijstraat. Nou, kom. Die dat appartement. Nee. Het is een. Nou, dat kan ik nou 10 keer zeggen. Laat maar. Op die plek waar nou dat moderne pand staat. Een architectuur van oud, overigens. De Pauluskerk. Is het aan de kant van de Pauluskerk? Nou, bij de Pauluskerk. Heel dichtbij. 1 minuut lopen. maar goed, dat is een gevel van architect Oud, die in de oorlog verwoest is, want die stond op de Koolsingel. En dan hebben ze hem daar, is die herbouwd. Maar goed, dat doet niet toe. Want het gaat om iets anders. Op die plek stond in ieder geval een wijkhuis, zo moet ik het noemen. Een van de wijkhuizen. En daar had je allerlei clubs. En zo was er ook een toneelclub. En die heb ik geregisseerd een paar jaar achter me. Daar was ik regisseur van. En verder heb ik... Op welke leeftijd was dat? Regisseren? Ja, dat is, nou zeg 20 jaar, 20, nou ouder, 25, ja. En daarvoor speelde u ook? Ja. En wat voor stukken? In het begin Joodse stukken, hè, waarbij je dus het hele stuk op een Joodse manier alles zei. Hè, ja, heb je sinaasappelen verkocht? En zo ging dat dan. Maar goed, daar begon het mee. Kluchten. En later, nou, u kent het misschien, Arsenic en Mijn Oude Kant heb ik zowel gespeeld als geregisseerd. En Het Geheim van Hunting's End, ook een van die bekende stukken van Kesselring. Maar van alles. Ik wil eigenlijk nog wel meer over weten, maar eerst nog een stapje terug over het gezin. Was dat religieus of politiek actief? Omdat u had het over Joodse stukken. Maar het had niks met het Jodendom te maken natuurlijk. Dat, nee. Nee, nou ja, we waren en zijn katholiek. Mm-hmm. Maar dat heeft verder niks met het stuk, met de stukken zozeer te maken. Nee. Maar was u praktiserend? Praktiserend, ja. En ik was ook misdienaar. Mm-hmm. Misdienaar en als jongen dus. En nu ik weer terug ben in Rotterdam, ben ik gedurende 27 jaar wonen we dan weer in Rotterdam terug, naar Wassenaar. Hè. Ben ik ook nog koorzanger geworden in diezelfde kathedraal van Rotterdam, ja, Matenesselaan. Dus ik ben nu ook alweer 25 jaar koorzanger daar. Ja. Maar in uw jeugd was u zomaar niet... Nee. En was u op andere manier actief in de kerk of kerkelijke... Nee, toen alleen als misdienaar. En nu dan 3 dingen. Koorzanger, redacteur van het Maanblad en rondleider door het gebouw. Gids, ja. En wat hield dat in, misdienaarschap? De priester assisteren. Nee, en wat houdt dat in assisteren in? Nou, dat je het wierookvat klaarmaakt en aanreikt. Dat je brood en dat je de water en wijn aandraagt. Wat heb je nog meer? Nou, in die tijd nog had je ook nog bepaalde teksten die je moest leren. In het Latijn moest leren uiteraard en uitspreken tijdens de mis. Dat is nu veranderd. Je hebt geen teksten meer. Maar... dat was het. En je liep natuurlijk, en dat vond ik zalig als toneelspeler, je liep natuurlijk verkleed. Hè? Dat alleen vond ik... Bovendien is de plek waar dat allemaal gebeurt, de mis, de priester, is verhoogd. Een toneel, vaste teksten. Ik voelde, ik overdrijf, ik voelde het... Hè? En publiek ook. En publiek niet te ja. Ik voelde het een beetje als... Is foutief uitgedrukt natuurlijk, maar als toneel. Hè? Zalig. Vooral dat verkleed zijn. Ja. Lang zwarte toog en daaroverheen een witte superblie.
En dat was dan een wekelijkse voorstelling? Om even... Dat was een wekelijkse voorstelling, ja. En soms zelfs elke dag. Soms, ja. Soms kreeg je een beurt dat je elke dag om 7 uur of om 8 uur... Ja. Voor school nog? Zo. Voor school nog, ja. 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 En dat deed je met plezier? Oh ja, zalig vond ik het. Ja. Ja. Oké, dus nog heel even op dat toneel terugkomen. Ja. Weet u vanaf welke leeftijd u begon met toneelspelen? Nou, zeg maar 10, 12 jaar. Want in die tijd had Rotterdam de gewoonte om op Koninginnedagen en op Bevrijdingsdag een wagenspel in verschillende wijken te laten opvoeren. En dat was dus op een wagen buiten. En geschreven overigens door misschien u bekend Hella Hazen. En onder andere door haar. Nou ja, daar had ik dan ook een rol. Mijn vader had altijd de hoofdrol. En ik ben daar soldaat geweest en vluchteling. En kortom, zo begon het eigenlijk. Dus vanuit uw vader bent u daar ook in? Ja, zeker. Ja. Speelde hij op dezelfde vereniging, op dezelfde plek, toneel? Of? Nee, degene die die wagenspelen opvoerde, dat waren allemaal door de gemeente uitgenodigde amateurspelers uit heel Rotterdam, maar dan alleen maar de goeie, die eruit sprongen. En die, daar was ik natuurlijk niet bij, want ik was maar een jong iemand, maar ik bedoel mijn vader dus wel. Ja. He, en die vormde samen altijd met Koninginnedag de groep. Maar wat was dan zijn vaste toneelvereniging? Oh, de personeelsvereniging van de Nederlandse Handelmaatschappij, van de bank. Ja, en die voerde 2 keer per jaar stukken op. Ja. Ja. Oh, dus vandaar dat u ook, daar kon u ook niet... Nee, daar kon ik niet bij, nee. Are we good? Even denken. Geef me eens. Ja, maar alleen nog, waarom heeft u toegestemd om mee te doen aan het onderzoek? De gymnastiekleraar... Laurij, broer van de bekende dichteres, op de kweekschool, op de onderwijzersopleiding, die heeft eens een keer tegen ons gezegd, jongens, je moet alles eens meegemaakt hebben. Hou je niet van voetballen? Je moet minstens 1 keer naar het stadion geweest zijn. En dat vond ik zo'n leuk advies. Voilà, dat is het antwoord. Ja. Ja, dus nu... wil ik overgaan naar meer het specifieke gedeelte over de bioscoop en de film. Ja. Mijn eerste vraag is eigenlijk altijd, had u een favoriete bioscoop? Nee, nee. Want er waren er toen veel meer nog dan nu. Ja. Hoeveel? Ik geloof wel 10 of 12. Ja. Dus het ging aan de film. Ja. Het ging om de film. Ja. De film was... De film was leidend, ja. Ja. Maar was het toch een bioscoop waar u het vaakst kwam? Of ja, dat ligt natuurlijk aan de programmering natuurlijk. Hè. Ja. Hoe gek het ook klinkt, als kind kwam je het meest op bij Cineac natuurlijk op de Coolsingel. Hè. Want u weet wat een Cineac is, niet waar? Ja, televisie bestond niet. Dus daar bleef je dan rustig 4 keer een uur zitten. 4 keer hetzelfde programma. Nieuwsberichten, tekenfilm en een documentaire. Dus daar kwam je uiteraard het meest. En maakte dat, wat maakte daar het meeste indruk als kind? Ja, dat leek ik veel natuurlijk. Als ik voor 12 jaar denk, ja, maar dat is buiten onze... Nee, maar dat is nou ja, en dan de documentaire, en dat wereldnieuws, dat interesseerde je eigenlijk niet. Nee. En kunt u nog andere bioscopen noemen die sterk in de herinnering zitten? Ja... Nieuwe Binnenweg dan, Capitol, maar er zit nu een of andere christelijke vereniging. Waar kwam je nog meer? Arena, er is ook al geen bioscoop meer op de West-Kruidskade. Kwam je in Lutuska? Niet te vergeten, Lutuska natuurlijk, ja, ja. Want die had ook allerlei soorten films, ja. Kwam u wel eens in bioscoop? Ik vergeet nog even, het huidige kino, dat was toen al het venster. Mm-hmm. En het toneelgedeelte heette Lantaarn, vandaar nog steeds Lantaarnvenster. En dat heet dan nu kino, maar daar waren de meer artistieke films. Mm-hmm. Ja. En daar kwam u ook graag?
Ja, nou, want daar zag ik dan Fellini en, hoe heet die, Bergman, Ingrid Bergman. Die werden daar vertoond. Ja, het was een fijn bioscoopje. Ja. Ja. Kwam je wel eens in bioscopen in Rotterdam-Zuid? Ja, ik ben één keer in Harmonie geweest daar, maar die is er ook al niet meer overigens. Nee, niet uit principe, maar er waren ten eerste weinig bioscopen, twee, Colosseum geloof ik en Harmonie. Maar ja, er was hier genoeg keuze. Ja. Metro was er. Oh ja, Metro was er ook nog later, ja. Ben je ook wel eens geweest? Nee, ben ik nooit geweest in Metro, nee. En aan de andere kant, Victoria? Victoria op de Bergweg, ja, zeker. Ja, daar ben ik ook al geweest. Ja, daar heb ik onder andere, ik zie me nog daar binnenkomen met mijn moeder die ik meegesleept had. Kom nou alsjeblieft, want die film heb ik al 12 keer gezien. Die moet u ook zien hoor, mijn moeder. Ik zie me nog binnenkomen met haar. Maar goed, La Belle de Nuit. En die heb ik daar voor de 12e keer gezien. En daarna is ze nog 3 keer bijgekomen. Elders, ja. Dat is een van de grootste favorieten. Ja, La Belle de Nuit, ja, ja. Ja, we waren eens een keer in een pension ergens op de Veluwe. Toen zag ik op een fietstocht, zag ik dat in Amersfoort, notabene, La Belle de Nuit weer draaide. Dus ik daar, s'avonds in het donker, naartoe gefietst, zo 10 kilometer geloof ik, om hem voor de zoveelste keer te zien. Ja. En wat trok u zo aan in die film? Ja, Gérard Philippe is overigens de hoofdrolspeler. Gina Lollobrigida speelde er ook in. Hij is van René Clair, overigens, die film. En ja, het is een heel bijzondere film. Je kunt het ook in één zin zeggen. Een jonge man, misschien iets ouder dan ik in die tijd, droomde. Want hij probeerde een opera te schrijven. Maar goed, dat lukte allemaal niet. Zo. En toen droomde hij, en nou komt het, die hele film is als het ware allerlei verschillende dromen, wat hij allemaal was. Heel verschillende milieus ook en ambiances. En hij had in al die dromen had hij een verschillende rol. Ook Gina Lollobrigida was in de ene film, in de ene droom, was iets anders dan de andere. Nou, ik moet er 2 dingen over zeggen over die film hoor. Dit dus, hè, dat is inhoudelijk zo. Het klinkt wat simpel, maar een enorme regie van hem. Echt een goede film. Het tweede wat ik ervan kan zeggen is, maar dat is dan psychologisch, dat je denkt van, hoe zit dat nou? Ik vermoed dat die film me ook zo enorm aansprak, omdat vanwege het, hoe heet het nou, jezelf in die persoon verplaatsen. Kom, daar is een woord voor. En, maar goed. Identificeren? Dat bedoel ik. Identificeren, dat woord zocht ik. Ja. Bij nader inzien denk ik dat ik me identificeerde, ja. He? Ja. Met die hoofdrolspeler? Met die hoofdrolspeler, met Gérard Philippe, ja. En wat dan precies? Het feit, dat dromen van al die verschillende rollen? Of, Nou, dat niet op zich niet eens, maar... Dat is zijn manier van doen? Of ja, dat kan ik eigenlijk niet eens op antwoorden. Hmm. Nee. Een jongere die... Ja, nee, ik kan het eigenlijk niet eens zeggen, nee, ik weet het niet. Ik identificeerde met de hoofdrol van Gérard Philippe, ja. En dan lag het niet op zich, niet zozeer aan die dromen, nee. Nee. Weet u nog wanneer u die film voor het eerst zag en waar? Voor het eerst. Dat moet dan een indruk hebben gemaakt. Ja, de eerste keer al, ja. Nee, ik weet niet meer welke bioscoop dat geweest is. En hoe, wanneer, nou, dat zal wel ongeveer... in de puberteit ongeveer geweest zijn, dus 13, 14, in die buurt, 13, 14 jaar. Zit er nog heel even, u had net nog een aanvulling over de film Le Belle du Nuit. Ja, niet het feit dat die dromen daar waren, maar de 2 aspecten die hier meespelen. Ten eerste, hun zijn gewone dagelijkse leven bij het postkantoor. En hij zit naast een pomphouder. En de man die de
die het café beheert. Hè? Enfin, zijn gewone dagelijkse leven. Oh, hij geeft nog privéles, piano aan een kind. Enfin, dat saaie leven. En dan diezelfde personen, maar dan precies dezelfde personen, die komen dan terug in die dromen, hè? In een heel andere rol. En dat werkt zo. Gewoon, we hebben het over film. Filmisch werkt dat zo mooi en zo goed. Nog afgezien van het feit dat René Clair kan filmen. Hè? Dus de overgangen en zo. Bijvoorbeeld, hij zit aan een vleugel een kind les te geven. Dan gaat de camera naar die vleugel, dus dan is het even helemaal zwart. En wat blijkt er achter die vleugel te zijn? Nou ja, wat hij zit te dromen. Hij geeft in de 18e eeuw les of zoiets en is ook weer heel anders gekleed. Ik noem nou maar één overgang die ik me zo herinner. Gewoon als film alleen al is het goed. Ja. Misschien een beetje een soort filosofisch overgang, maar beschouwde u ook film en bioscoopbezoek op die manier? Was het voor u een manier om even aan de werkelijkheid te komen? Nee, dat niet. Nee. En hoe dan wel? Wat was het voor betekenis? Ja, wat. Interessant, waarom lees je een boek? Ook niet om, waarom ga je naar een toneelstuk? Dat is echt geen vlucht. Het is geen escape. Nee, dat geloof ik niet. Maar goed, logisch dat u het vraagt, omdat het namelijk hier over een escape gaat. Ja, ja. Nee, dat geloof ik niet. Nee. Misschien een escape, maar in ieder geval een droom versus de werkelijkheid. Het is wel een tegenstelling in uw verhaal. Ja. Maar was het ook ontspanning of was het meer iets... Moest het meer zijn dan ontspanning voor u? Of? Ja, één, ontspanning en ten tweede identificatie. Ja. Zeg ik na afloop. Ja. Na afloop. Ja. Ja. Ik kroop helemaal in de huid van die hoofdpersoon, van die Claude. Ja. 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 En dan meer in het algemeen, niet alleen deze film, was dat voor u een succesvolle filmervaring als u zich kon identificeren? Ja, dat geloof ik wel. En ook andersom, als dat niet gebeurde, was het dan ook een film die u niet in zou... Nee, dat is het niet. Nee, het is een extra. Ja. Ja, het is een extra identificatie. Ja. Wat waren films, wat voor soort films zag u graag? Ja, ik heb een klein... Ik ga niet op zitten lezen hoor. Maar ik heb... Oh! En net achter die microfoon zeg. Om maar iemand te noemen, de toneelschrijver Shakespeare, dan kom je op een film als Julius Caesar natuurlijk, hè, met James Mason, en ga maar door. Nou, waarom wil je die zien? Omdat je het stuk Julius Caesar kent, Julius Caesar. Natuurlijk. Die ik ook 5 keer heb gezien, u ook vast en zeker, Citizen Kane, de beste film aller tijden, zegt men, van Orson. Ja, die is van Orson Welles, hè? Ja. En ook met hem. En met hem niet te vergeten, ja, de hoofdrol. Prachtige film, hè? Maar ja, alleen als film, het verhaal natuurlijk ook, maar het is betrekkelijk eenvoudig, maar als film is het zo geweldig, hè? Citizen Kane. Die overgangen en die camera van beneden naar boven. Bijna steeds zie je het plafond en zo. Maar goed, Houwe Zo is heel, heel belangrijk. Kent u hem niet van Rotterdam? Hem van Dorst, ja. Nou, hoe die Weet u nog waar u die gezien hebt? Nou, bijna zeker in wat Nou Dan Kino heet. Ja. Bijna zeker, want die vertoonde zulke films. Ja. Want dat was een korte film. Dus kort film. Was die dan onderdeel van een programma, voor zover u weet? Of? Voor zover ik me herinner, is zoiets een voorfilm geweest. Hè? Ja. Bij een speelfilm. Ja. Want u noemt nu een aantal films. Maar is er ook... Kunt u ook soorten of types of genres van films aanwijzen die u, wat uw voorkeur had? Even zo kijken. Nee, ik vind het, nee, dat geloof ik of niet. Films of genres die u niet, bijvoorbeeld westerns? Oh ja, die spraken we niet zo aan, nee. Westerns en cowboyfilms. Terwijl mijn vrouw juist de hele jeugd alleen maar cowboyfilms heeft gezien, ja. Maar in Rotterdam ook? Of in Nee, in Brabant. Ja.
destijds, ja. De Don Camillo films, die heb ik allemaal gezien. Ja, de kleine wereld van Don Camillo enzovoort. Enfin, een stuk of 5 zijn er geweest, geloof ik. En de minst aangename was namelijk die in 1953 verscheen, van Don Camillo. Weet je waarom? Toen had je hier net die watersnood gehad. Alles was watersnood, radio, film, alles. En wat gebeurde er in Don Camillo? Er kwam een watersnood in Noord-Italië. Vreselijk, saai. Ja, nou, maar goed, dat is een detail. En bijvoorbeeld musicals? Ja, musicals. Een American in Paris, dat is een van de beste films. Mede omdat ook, nou, dat is maar onderdeel wat ik nou zeg, een fragment. De camera viel net even uit toen u de film An American in Paris noemde. Oh ja. Ja, ik vroeg eigenlijk ja. Van musicals, keek u daarna? Oh ja, dat is waar, ja. Ja, een film ook die nooit, die, bij herhaling bekijkend, nooit verveeld. Nee. Al die verschillende soorten balletten die erin voorkomen. En dan komen er weer soldaten aan en die marcheren. Maar nee, die gaan ook weer dansen. Nou, ik noem maar één ding. Het is er komt bij trouwens dat hij zo ontzettend kleurrijk is, letterlijk kleuren, dat die spelen gewoon mee in de kwaliteit van de hele film. En dat kun je niet van alle films zeggen natuurlijk. Le Ballon Rouge bijvoorbeeld, daar is alles grijs, heel Parijs is grijs. En het enige rode, kleurige, is die ballon. Hè? Maar nee, bij die musical is dat een integrerend onderdeel, al die kleuren. Ja. Nee, dat is een geweldige musical, ja. Nog meer films? Ja, ik kijk even, omdat u nou naar musical filmen, die zie ik verder. Ja. Meer naar een, zeg maar, oh ja, al, van. Dat vroeg u, hè? Ja. Nee, dat kan ik toch eigenlijk niet zeggen. Nee. Nee. Othello van Orson Welles. Heb ik ook vele, nou vele, onzin natuurlijk. Ook 4 keer zeker inmiddels gezien. En die vind ik ook geweldig. Dan vind ik het stuk al goed. En wat ik ook verschillende keren, op mijn 10e al zat ik naar Othello van Shakespeare te kijken. Ja, in de Schouwburg. En, maar ga ik nu die film, alleen het begin al van Othello, hè, dat Iago daar hangt in een kooi. En dan onmiddellijk gaat die camera ineens naar de rouwstoet van de doden die hij veroorzaakt heeft. Nou, die opnamen die zijn wel zoiets fantastisch, maar goed, de hele film is geweldig. Filmisch, ja. Ja. Maar nog even een beetje terug naar bioscopen, want ik begrijp uit uw verhaal dat voor u op het tweede plan stond waar het was. Ja. Maar waren er ook bioscopen waar u liever niet kwam of die u vermijdde? Nee hoor, die waren er niet. Nee. Een voorkeur, maar die voorkeur lag ook aan de film zelf, was, maar ik herhaal alleen maar hoor, kino, hè? Dus lantaarnvenster. Ja. En dat was ook vrij dichtbij? Die was ook dichtbij, ja, kwartier lopen. Meer naar het westen, prinses? Prinses, ja, oh ja. Zeker, als kind heb ik er ook wel, en als puber, want daar hebben we het over, heb ik er ook nog alles gezeten, ja. Op de goedkoopste plaats, want die had een zijbalkonnetje. Of het was niet eens een balkon, het was een uitham, hoe heet dat? Inham van de muur. En die was heel goedkoop. Maar het was natuurlijk vreselijk, het zicht. Maar ja, daar zat ik dan, want je had er maar weinig zakgeld. Nou ja, u noemt nou prinses. En wat was goedkoop? Kunt u ervan herinneren, hoeveel kostte dat? Ja, dat is zo relatief natuurlijk, want alles was goedkoop. Dus daar kan ik niks van doen, nee. Het zal misschien 1 gulden dan geweest zijn, vergeleken met 5 gulden. Ja. Want wat voor rol speelde geld in uw bioscoopgedrag? Altijd te weinig. Ik kon haast niet naar de bioscoop, omdat ik... ik hoorde later op de Mulo ook, we hebben het over de Mulo-tijd al. Ik was degene die van de klas het minste zakgeld kreeg. Hè? Het minste. Dus ik moest sparen om weer naar een bioscoop te gaan. Ja. Ja. Had of droeg u wel eens iets in de bioscoop? Nee. Had je geen geld voor. Nee, nee.
En hoe, wat voor vervoersmiddelen gebruikt u? Lopend of met de fiets. Ja. Dus niet met de tram of. Nee, want dat kostte weer geld. Ja. Ja. Heeft u dat al gezegd, maar ik was geïntrigeerd door dat genre ook. Het genre hadden we het over, ook niet? Nee, ik bedoel meer het feit dat u toneel speelde en zo'n liefde voor het toneel had toen al. Ja. Dat kwam ook tot uitdrukking in de manier waarop u naar film keek? Goh. Ja. Of misschien ook een zijvraag die daarbij hoort. Ging u in die tijd ook veel naar toneel, theater? Ja. In die tijd kon je, voor die leeftijd ongeveer, kon je een kaart krijgen. Hoe heet dat? Ja, een kaart krijgen. Waarop je elk stuk in de Schouwburg of gratis zelfs kon bekijken. Of maar voor een bedrag. Wat je, ja. Dat was een heel mooi systeem. Dus ik ging naar alle stukken van het Rotterdamse toneel. Van de plaatselijke gezelschap. Allemaal, heb ik allemaal gezien. Met uw vader ook? Of? Nee, daar ging ik alleen. Ging ik alleen, ja. En sowieso, wat was, met wie ging u naar de bioscoop ook? Nou, meestal met, of alleen, maar meestal wel met een vriend hoor. Ja, met een vriendje. Met twee personen? Dus. Daar gingen we met twee personen, ja. En die andere die was dan altijd kwaad. Nou, kwaad niet. Die was ontstemd dat ik verdorie die goedkoopste plek wilde hebben, hè. Want hij had wel geld. Maar goed, dat is de haakjes. Ja. En met vriendinnen? Met een vriendinnetje? Nee. Nee, ja. Ja, ik zie later wel dan, ja. Toen zat ik wel met een vriendinnetje die, waarmee ik dacht min of meer verkering te hebben, zie ik me wel een Luxor zitten, ja. Die musical. De eerste musical die in Nederland is opgevoerd. Kom, nou ja. My Fair Lady? Dat was de eerste, ja. Maar nee. Die negeropera. Hè? Ja, dat is eigenlijk de eerste. Dat is wel de eerste. Hoe heet de negeropera nou? West Side Story misschien? Of, nee, dat is geen West. Nee. Nou ja, doet niet toe. Negeropera. En daar, ik zie me daar nog zitten met mijn. Porgy en Bess. Porgy en Bess, natuurlijk. Ja, ja. In het oude Luxor. Ja. En daar, bijvoorbeeld, daar ben ik wel mijn vriendinnetje mee heen geweest. Koos u andere films met een ander gezelschap, dus met een vriendin anders dan met een vriend? Nee, het was toch altijd wel de film, een film die ik wilde zien, meestal wel. Uitzonderingen daar gelaten. En ging u wel eens met familie? Nee, ik ging eigenlijk nooit met, zelden of nooit met familie of gezinsgenoten, want dat bedoelt u ook. Ja. En gingen uw ouders wel eens naar de bioscoop? Nee, die gingen zelden. Nee, dat was altijd wel toneel. Ja. En vonden ze, was dat omdat ze film niet interessant vonden? Weet ik niet. Dat kwam er niet van, nee, kennelijk. Nee, weet ik niet. Er werd niet over gesproken, nee. Vertelde u thuis over films die u had gezien? Ja. Le Belle de Nuit werd ik meermalen zitten vertellen. Vertelde u dat hij wel met die moeder ging? Toch? Ja, maar die heb ik meegesleept, ja. Hè? Terwijl ze haast niet kon lopen, want ze had toevallig iets aan de voet. En ik zie er nog dat enge trappie op de bergweg naar boven hijsen. Dat was een uitzondering. Dus. Dat was een uitzondering, ja. Nog iets, voor dit gesprek vertelde u dat u interesse heeft in architectuur. Ja. Is er een relatie tussen architectuur en filmbezoek voor u? Nee, dat kun je niet zeggen. Nee. Dus bijvoorbeeld de nieuwe bioscopen die werden gebouwd in de jaren 50 in Rotterdam, Thalia, Corso, Lumière. Ja. Nee, het ging niet om het gebouw. Ja, ik zie ze allemaal nog voor me en ik heb ze allemaal ooit wel bezocht natuurlijk, ja. Naar aanleiding van de film. Ja. Maar niet vanwege het gebouw, nee. En omdat u ook zei van, mooi, u zei het zo mooi van, ik groeide op tegelijk met de stad. Ja.
Misschien kunt u dat, dat nog een keer herhalen en toelichten. Nou ja, dat, qua tijd viel dat natuurlijk samen. Hè? Zelf word je langzamerhand volwassen. En tegelijk lees je in de krant dat er weer een bioscoop of een winkel of een gebouw of een bank gebouwd is. En ik had vanaf mijn kleutertijd al een enorm medelijden met Rotterdam. Ik kwam eens een keer in Den Haag en in dat centrum en dacht ik, wat een hoge gebouwen allemaal. En allemaal gebouwen. He, je loopt tussen de gebouwen. En ik kwam in Rotterdam terug en dat was in die tijd, u kent de foto's natuurlijk, één grote vlakte met hier en daar een stadhuis en niks. Ik had zo'n medelijden met Rotterdam, dus in mijn gedachten trok ik al die gebouwen die gebouwd werden, trok ik mede omhoog. Ja, ja. Nou ja, dat is het gewoon. Ja. Dat is, ja, misschien is mijn associatie, maar dat is eigenlijk letterlijk wat in Houwen zo gebeurt, toch? Op een gegeven moment. Ja, ja. U ziet je scène voor zich. Ja. Ja. Er zit trouwens ook één gebouw tussen dat al bestond, maar dat helemaal niet een nieuwbouw is. Maar, ja, maar goed. Oké, maar dus het voor u in die tijd geen relatie tussen architectuur en bioscoop en film? Nee hoor, nee hoor. Kijk hoor. Oh ja, was er een bepaalde routine die u volgde als u naar de bioscoop ging? Een routine vanaf thuis al, kleed u zich speciaal voor aan? Welk tijdstip ging u meestal of welke dag? Ja, ja. Nee, geen vaste routine, kleding zeker niet. En de bioscoop was meestal 's middags, werd meestal 's middags bezocht. Ja. Met weekend? Ja, nee, dat kon ook op woensdagmiddag zijn of op zaterdagmiddag, ja. Nee, verder geen vaste band. Nee. En wat kunt u zich herinneren van het publiek, bioscooppubliek? Nou, daar herinner ik me eerlijk gezegd, als ik nou zo zeg, niks. Nee. Tenzij u zegt van vergelijk het nou eens met bepaalde bioscopen nu. Ja. He, nou, toen vielen er natuurlijk, toen werden er geen dingen. Nee, dat is allemaal keurig. Ja. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Geen enkele ergernis. Nee, want die vergelijking vind ik juist heel interessant. Maar van wanneer dateert die omslag in uw... Ja, dat... Nou, dat zou ik niet weten. Ten eerste al, zoiets gaat geleidelijk, dat alleen al. Hè? En... Nee, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Maar dus het contrast, er is een contrast. Ja, dat toch wel. Ja, maar niet bij alle films weer nu, hè. De films waar wij meestal heen gaan, daar is het publiek ook keurig eigenlijk. Maar dat ligt dan weer toevallig aan de film, zeker. Ja. Met name in kino zou je zoiets nooit meemaken. Waarom niet? Het zijn allemaal keurige films. Nee, dat is het woord niet. Het zijn kunstfilms. En dat zoekt, dat krijgt een bepaald publiek. Zo moet ik het zeggen. En ging u al in uw jeugd ook wel eens naar echte jongensbioscopen? Ja, die was er, hè? Die op de Eerste Middellandstraat, daar Rex heette dat. Hè? Ik ben nooit geweest. Nee. Dat waren koude films en dergelijke, nee, nooit. Okay. Omdat ik er niet van hield, van dat genre. Dus, ja. Kunt u zich nog voor de geest halen hoe u de keuze bepaalde van naar welke film u ging? Nog even de achtergrond, las u over films? Ja. Ja, meestal dan, ja, en dat geldt ook voor het filmfestival natuurlijk. Hey, waarom ga je naar een film? Waarschijnlijk omdat je zo'n klein dingetje, een klein informatietje hebt gekregen. Dat is vaak de aanleiding natuurlijk. En dan kan het nog tegenvallen natuurlijk. Nee, maar in de krant recensies. En als het een film, een verfilming was van een toneelstuk, als van Shakespeare, dan hoefde ik niet eens een recensie te lezen, daar ging ik bijvoorbeeld al naartoe. Ja. Verder is er een film, Arsenic en Old Lace, Arsenicum en Oude Kant.
En tot mijn verwondering was dat verfilmd, dat toneelstuk, wat het oorspronkelijk is. Want dat heb ik ooit zelf gespeeld en geregisseerd. Dus die film wil... U vraagt aanleidingen. Nou, dit was dus een aanleiding om zeker daar naartoe te gaan. Tuurlijk. En beviel die? Ja, zeker. Ja, nou. Ik kan ook tegenvallen dat hij slecht verfilmd is. Dat is waar. Nee, die was niet... Ik kan me herinneren van een toneelverfilming die ik dacht van nou, uit die tijd. Nee, dat kan me zo gauw niet herinneren. Nee. Las u ook specialistische, dus filmbladen of... Nee, filmbladen, nee. De filmkrant is van echt de laatste tientallen jaren. En die neem ik dan altijd mee. En die wordt helemaal uitgespeld. Nu. Maar in die tijd... een blad, dat was als bouw. Dat bestaat ook nog, bouw. Architectuurbladen, ja. Die wel. Ja. Bijvoorbeeld Filmforum had je toen... Ja, Filmforum, de naam ken ik. Nee. Nee. En had u... bijvoorbeeld afbeeldingen van filmsterren thuis aan de muur hangen? Of? Wel van toen, ja, nee, dat waren geen filmsterren. Alleen maar toneelspelers. Oh ja. Toneelspelers. Ik had ooit een, voor me trouwen dan, een kamertje. En daar had ik zo'n hele wand van hier tot hier, van onder tot boven, helemaal vol met, allemaal tegen elkaar aan, foto's van toneelstukken. Van het Rotterdamse Toneel en dergelijke. Nou, van alle gezelschappen in Nederland. Ja. En waar haalde die van u van? Mijn vader kreeg altijd als toneelspeler het blad Theater, heet het geloof ik. Hè? Het blad Theater. Ja. En dat bestaat eigenlijk alleen maar uit foto's van het afgelopen seizoen. Nou, die kreeg ik dan. Dus uit vijf van die theater scheurde ik de interessantste, of verknipte, de interessantste foto's. En het was een merkwaardige wand hoor, was dat. Ja. En wat waren dan favorieten van u? Nee, alle toneelstukken. Maar ik bedoel, qua spelers, waren er een aantal die... Co van Dijk natuurlijk. Co van Dijk was de beste speler van Nederland. En Han Dens van den Berg en Ellen Vogel en... Pim Dikkers, maar goed, dat waren de figuren uit die tijd. Ja. Hè? Maar sommige daarvan hebben ook in films gespeeld, toch? Jazeker, ja. Ja, dat is waar. Ging u daar heen? Ja, zeker. Co van Dijk heeft in een film gespeeld, herinner ik me nou. Maar die zie ik niet zo goed meer voor hem, die films. Nee. Ja. Dus dat waren eigenlijk, als ik het goed begrijp, waren dat uw sterren? Ja, dan wel. Nederlandse toneelspelers boven... Even simpel gezegd, boven buitenlandse filmsterren. Ja, dat kun je zeggen. Ja, die zag je ook in het echt natuurlijk. Zag je in het echt, ja. Want als Co van Dijk speelde, dan ging ik ook naar dat toneelstuk. Wat voor stuk het ook was. Maar je ging dan naar de speler. En heeft u die wel eens gesproken? Nee, die sprak je niet. Nee. Heeft u Gone with the Wind wel eens gezien? Ja, maar... Ja, of, gejaagd door de wind, hè. Nee, die heb ik op de televisie hier gezien. De televisie, ja. Maar dat hoort eigenlijk niet in dit gesprek, hè. Het gaat over bioscopen. Ja. Ik ben bijvoorbeeld ook wel benieuwd wanneer u voor het eerst televisie ging kijken. Ja, toen. Niet in het begin in ieder geval, dan ging je naar een oom of een vriendin van mijn moeder hier in de buurt. Dus zo gauw hadden wij geen televisie, maar ja, wanneer is die gekomen? In 1953 dacht ik, hè? De kroning van Elisabeth. Maar, toen je hem zelf had, thuis? Dat zal dan eind 50er jaren geweest zijn. Eind 50, ja. En had dat invloed op uw bioscoopbezoek? Nee, had geen invloed, nee. Maar dat waren toch aparte werelden en aparte programma's, ja. Heeft u wel eens film gekeken buiten de bioscoop? Bijvoorbeeld in een buurthuis? Ja, zoiets, hè, ja. Ja, toch wel, ja.
Ja, op de Westersingel, daar zit de, hoe heet het nou, Française. Enfin, een... Alliance Française. Hoe heet dat? Alliance, dat woord kon er niet opkomen. Alliance Française. En die, daar heb ik wel eens een film gezien die daar vertoond werd. Ja. Ja. Maar dat is meer recent? Of is dat... Nee, dat is ook alweer 5 jaar geleden. Zo. Ja, maar niet in deze periode. Oh nee, niet in die periode, nee. In die periode nooit, nee. Ook niet, dus niet een buurthuis, volkshuis of... Ja, ik bedenk nou toch weer wel, houden zo. Houden zo, dat heel vaak kon je, werd het geleend door allerlei huizen. En dat heb ik inderdaad in de zaal, in de, ik weet nog waar, Robert Fruinstraat. Houden zo, ja. Maar toen had ik hem al een paar keer gezien. En daar zag ik hem weer, ja. En wat voor een zaal was dat dan, weet je dat? Een parochiezaal van de kerk daar, ja. En dat was ook de kerk die dat organiseerde? Die dat organiseerde, ja. Dat we zeggen, een jeugdclub van die kerk. Ja. Jeugdclub van die kerk. Kwam u daar vaker? Nee, nee. Ik ben nooit lid geweest van clubs of zo, nee. Nee. Maar dus u werd vooral specifiek door die titel getrokken? Ja, ja, ja. Ja. Om hem weer eens te zien, weer eens te zien, ja. Want die verveelt nooit, die film. Nee. Alleen al hoe zo'n fabriek wordt gefilmd. Hè? Glasblazerij, die herinner ik me. De glasblazerij, dat is een symfonie op zich al. Hoe die lui dat glas blazen. Maar goed, dat is een detail. Afsluiting. Kunt u zich ook geluiden herinneren van zeg maar anti-bioscoopgeluiden, waarvan dus in de strekking van nou, film is eigenlijk dat is eigenlijk niet helemaal netjes of dat moet je niet doen of dat is ongepast of in die zin, dus een beetje wat meer negatief. Ja, dat ja, ja. Nee, dat. Nee, ik ken het wel uit bepaalde literatuur misschien, hè, dat. Dat er bepaalde bevolkingsgroepen dat, maar dat gold ook voor, geloof ik, voor toneel, hoewel dat is allemaal weer, denk ik, wel een erg verleden tijd is dat, hè, lijkt mij. Nee. En welke bevolkingsgroepen bedoelt u dan? Heel strenge protestanten misschien, denk ik. Ik denk het wel. Ja. Maar vanuit de katholieke... Nee, zeker niet. Nee hoor, geen enkel probleem. Nee, nee. En ook niet vanuit familie of... Ook niet, nee. Ik zie helemaal... ik herinner me totaal geen negatieve geluiden. Nee, helemaal niet. Nee. Nou, heeft u misschien zelf nog dingen of herinneringen? Of... Nou, ik wilde alleen... in de onderwijsopleiding moesten we, dat was een onderdeel van het programma, en daar, ik wilde aan u vragen of u die film kent van Ingmar Bergman, zo geloof ik. Het Zevende Zegel, kent u die? Ja, ja, die moesten we zien. Want het is helemaal gebouwd op de middeleeuwse dodenprocessies. Maar goed, en dan die schaakpartij, hè, tussen de duivel en de ridder. Nee, maar een geweldige... En ik noem hem ook vanwege een andere film van hem. Een enorme film. Een geweldige... als film, hè. Maar ik heb ook de andere films van hem expres gezien. Vanwege de naam Bergman. En dan denk ik aan... Alleen, ik noem er nou maar één, hoor. De Maagdenbron denk ik dan aan. En dan zeg ik, ja, hoe kan de man zo in mijn ogen afzakken? Want allerlei dialogen... We zijn gewoon toneelmatig gefilmd. Twee personen naast elkaar, soms alleen maar de hoofden. En die praten dan minutenlang of soms 5 of 10 minuten lang. En totaal niet filmisch, maar toneelmatig. En dan zeg ik, hoe kan een man die de Zevende Zegel maakt, nou zo... Ja, ik zeg dan afzakken, maar dat is natuurlijk niet. Hij zal er wel de bedoeling mee hebben. Ja. Ik vind het wel interessant dat u Bergman noemt, omdat hij ook echt een beroemde toneelregisseur was. Ja. Dus zowel toneel als... film maakte. Ja. En dat, nou ja, het is wel een mooie, mooi symbool van wat u vertelt, omdat u ook voor u ook die beide werelden verbonden bent. Ja, 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 ja. Persona heeft u ooit gezien van hem? Wie? Persona. Ja, dat geloof ik wel. Ook mooi, maar goed. Dus. Ja, ik herinner me niks van de inhoud, maar de naam wel. Ja, ja. Ja.
mijn vragen wel een beetje gesteld. Ja. Ik weet niet of er nog een titel op uw lijstje staat. Ja, maar... Het Reavoir, zegt u dat wat? Ja. Ja, ja, ja. Maar dat is heel recent, relatief recent. Ja, dus die komt eigenlijk nu niet ter sprake. Dat is wel grappig, omdat die in het vorige gesprek ook ter sprake kwam. Dus, Ja. Die... We zijn zelfs nog een tweede keer naar de bioscoop laten gegaan om weer te zien, samen. En mijn vrouw kwam met Marathon, maar dat is allemaal van deze tijd, daar gaat het nou nu even niet om. The Third Man hebben we die genoemd? Hebben we genoemd. The Third Man, ja. Alleen al de scène... Ja, alleen de scène in Wenen op dat prater, dat die... misdadiger, zal ik nou maar even zeggen, in de verte tegen een witte achtergrond aankomt lopen op dat kermisterrein. Om af te spreken, hè? Of er was een afspraak. En die komt hij zo langzaam, komt hij helemaal, en die camera die blijft steeds, alles in. Steekt hij zijn hand uit, wordt geweigerd door de journalist. Maar goed, daar gaat het nou even niet om. Gewoon dan nog iets, is dat nou in het begin... In The Third Man, dat de camera maar één, shot, hè? Eén shot, in één shot, en die duurt gewoon wel 5 minuten. En dan krijg je toch echt verschillende dingen te zien, hoor. Die camera die draait dan enigszins. Nou, ik noem nou maar 2 dingen. Ja, maar zo zat hij dus wel te kijken. Nou, ja. Ja. Naar het camerawerk. Zeker, ja. Naar het camerawerk, ja. Dat... Dus filmisch kijken echt wel, ja, dat wel, ja. Ja, ja. Nee, ik noem hem alleen maar even. Herman van der Horst, de film over Suriname, Faya Lobby. Een symfonie van, geweldig, ja. Een 10 heeft hij daarvoor. Dat is niet, heb ik genoemd, die heb ik ook genoemd. Dit is ter sprake gekomen. Ja, ook Othello. Don Camillo films hebben we al genoemd. Één ding. Ook zuiver filmisch eigenlijk weer. De film The Ladykillers. The Ladykillers, het gaat niet om de inhoud zozeer. Maar het feit, die Ladykillers, dat zijn criminelen. Maar het feit dat die film zo kleurig en zo... ja, voornamelijk door de kleur misschien wel. En zo licht is geregisseerd. Is dat hele criminele voor de toeschouwer acceptabel? Dat vind ik een typisch iets voor die film, The Ladykillers. Ja. Nou, dat was het, ja. Oké, dus misschien kunt u een kruisje zetten of zo waar u woont. Oh ja. Ja. Joost van Gilstraat. Zo. Ja. En dan de route hoe u... En dan de route moet ik even kijken hoor. Nieuwe Binnenweg, want hier heb je de Gouvernestraat. Ja. Nou, dat is tamelijk simpel dan. Mm. Ja. Moet ik tekenen of niet? Ja? Oh. Zo, hier, het huidige kino dus, ja, zo. En dan nog naar, als je doorging, naar Luxor. Luxor, ja, nou, dat is helemaal makkelijk, want dat gaat dan zo, ja. Dat ging op de fiets dan? Ja, ja. Koolsingel. Oh, hier staat het al, oude Luxor, ja. Zo, dit is hem. Okay. Nou, is allemaal dichtbij, hè. Ja. En dan nog de foto's. Oh ja. Dan moet u maar uitkiezen. Ja. Dit was... Ik zal hem even dicht doen, anders hebben jullie er niks meer aan. Zo. Dit is, weet u nog wanneer dit was? Ja, 1960. Even kijken hoor. Nou, zeg 1960 of 62. Wie bent u? 62. Dit ben ik.
En die ben ik ook. Ja. Twee is, net en welk stuk was dit? De Zotslag, anoniem uit 1500. Ja. Klucht, of wat? Een klucht, ja. Een boer en een nar. Ja. Ja. Maar met z'n tweeën ook. Met z'n tweeën, het waren maar twee personen, ja. Het is een acteur, zeg maar. En was dit was een opvoering, een repetitie? Dit is de opvoering in de, duidelijk te zien aan de, in de gymnastiekzaal van de onderwijsopleiding. Ja. Ja. En deze foto's, dit bent u? Ja, die zijn allebei in 1962, dat weet ik precies zelfs, in 1962 gemaakt. Oh, Rome. Ja, het is Rome, ja. Ja. En dit is, dacht ik, op de Keulse Dom. Of iets dergelijks. Ja, ik weet wel zeker. De Keulse Dom. Op weg naar dit. En dit is op de Sint-Pieter, maar dat is duidelijk natuurlijk. Hè. Ja. Mooi, dank u wel. Nou, voilà. You want to film this?